Hoi, welkom bij de Voedselbos vlog. Uh, in deze video wil ik het hebben over een boek wat ik heb gelezen op zoek naar de moederboom. Uh, het is een ontzettend goed boek. Uh, ik ben er erg enthousiast over in elk geval. Het is eigenlijk, uh, Suzanne is de, eigenlijk... De uitvinder of degene die daar de eerste ontdekkingen over gedaan heeft, over, over heeft gepubliceerd, over het uh, Wood Wide Web. Dus over hoe uh, bomen onderling met elkaar communiceren via schimmels. En uh, het is natuurlijk super interessant om dat te weten bij een voedselbos, dat bomen onderling met elkaar communiceren, onderling met elkaar voedingsstoffen uitwisselen. En uh, ja, daarom is dit boek erg interessant. En dat je ook uh, leert dat, dat je bomen niet per stuk moet bekijken, maar echt als gemeenschap. Dus je bouwt een voedselbos op. Niet zomaar uh, individuele bomen, maar je, je bouwt in feite een gemeenschap op. En uh, ja, door dit boek zie je. Leer je nog beter hoe in de natuur de dingen met elkaar samenwerken. En, en uh, ja, inderdaad, meer op samenwerking gericht dan op concurrentie. Dat, dat is denk ik ook een belangrijk aspect in dit boek. Wat ik er mooi aan vind, is dat ze eigenlijk ook haar. Uh, vanuit haar persoonlijke perspectief vertelt, dus eigenlijk ook haar persoonlijke verhaal vertelt. En daarin zie je de parallel, dat dat nog heel erg wordt gedacht in concurrentie en, en bestrijding. En, en dat eigenlijk andere wetenschappers daar ook uh, in eerste instantie dus meer als, haar als concurrent zien. En uh, ook daarin... Uh, niet gericht op samenwerking. En, en uh, ja, dus echt een, een hele andere kijk op de natuur. En ook met steeds meer inzicht in wat er ondergronds gebeurt. En, en ja, hoeveel intelligentie eigenlijk er in de natuur zit. Dat, dat is denk ik ook een, uh, een aspect. Ik vond het in elk geval echt een ontzettend boeiend boek. En ik vind ik kan het voor elke voedselbosbouwer aanraden om gewoon nog meer begrip te krijgen voor de natuur. En ik denk eerlijk gezegd dat de meeste mensen die al een voedselbos hebben of, of een bos of bomen, die herkennen gewoon heel veel in dit boek van wat je gewoon dagelijks ziet. Wat je, hoe je de natuur zich ziet ontwikkelen en hoe je de, zelf ook weer de verbinding voelt met de natuur. En dat beschrijft ze eigenlijk ook heel goed. Dus wat mij betreft, een, echt een aanrader. Je kunt het boek natuurlijk kopen of je kunt het ook lenen bij de bibliotheek. Oké, okay. dat was het onderwerp van deze keer. Volgende keer weer een ander onderwerp. Wordt vervolgd.